praat er dan over mij? Die AWS. Wat? U weet wel, hij staat daar bij de pomp met die secretaris van hem. Zo, wat wil dat ventje toch? Niet dat hij me interesseert, hoor. Daar is hij te onbeduidend voor. Maar ik zou toch wel eens willen weten wie die AWS is. Waarom? Nou. Wat kan u zo'n toerist schelen? Maar heer Olly volgde zijn eigen gedachten. Hij stapte uit en beklom peinzend de marmeren trappen van het bankgebouw dat ze intussen bereikt hadden. Een bommel voelt heel zuiver. Het zou mij niets verbazen wanneer er iets verdachts achter zat. Wie heet er nu AWS? Dat kereltje is geen toerist. Zullen we wedden? Goed, dan geen toerist. Dan zal hij de baas van die benzinepomp geweest zijn. Mis! Dat was hij ook niet. Hij was geen bazentype, als je begrijpt wat ik bedoel. Veel te klein van stuk. Zullen we wedden, jonge vriend? Als u dat leuk vindt. Ja. Maar niet te hoog, hoor. Ik heb niet veel geld. Ach, kom. Het gaat om het idee. Een florijn van mij tegen een duit van jou dat AWS niet de baas van de benzinepomp is. Mm-hmm. Aangenomen? Dan vraag ik het aan de kassier van de bank hier. Die kent iedereen. AWS? Ja? Dat is Amos W. Steinhakker. Wat? Een van de bovenste tien, meneer Bommel. Een bovenbaas, zogezegd. Een bovenbaas? Nu, in ieder geval had ik gelijk, jonge vriend. Helemaal geen gewoon bazentype, zoals ik al zei. U hebt de weddenschap gewonnen. Ja. U krijgt een duit van me. Ja. Ach, zo is die jonge vriend nu. Door en door eerlijk. Zelfs als het om een duit gaat. Ik sta er anders tegenover. Voor mij speelt geld geen rol. Meneer Schertz, zeker. Wat? U komt toch naar uw kluis kijken? Deze kant op, meneer Bommel. Aan het eind van deze gang. Ja, ik kom hier voor de belastingen. Die willen nu eenmaal precies weten wat ik heb. Ik niet, hoor. Als er maar genoeg is, kan het mij niet schelen. Die AWS, die Amos Steenhakker, hè? Heeft die meer dan ik? Zeker. Amos W. Steinhakker behoort tot de lieden die alles bezitten. Nagenoeg alles, meneer Bommel. Door middel van fusies, voelt u wel? Veel is er voor anderen niet over. Wat een onzin. Hoe is dat nu mogelijk? Ach, het is een ingewikkelde materie. We zijn er. Dit is uw kluis, meneer Bommel. Oh, ziet u dat het onzin is? Ik heb hier nog genoeg. Hij begon opgewekt zijn geld op stapeltjes te leggen. Maar na een poosje vond hij de aardigheid eraf gaan. Het leven is niet gemakkelijk. Buiten schijnt de zon en zingen de vogels. Maar ik zit hier in de muffe duisternis te tellen. Wat vervelend is dat nu toch. En er is niemand die me helpt. Hier is een duit van de weddenschap. U weet wel. Ach, dat hoeft toch niet. Houd jij je geld, jonge vriend. Voor mij speelt het geen rol. En die weddenschap was maar een lolletje. Bovendien maakt die duit het tellen nog moeilijker dan het al is. Maar het is een ereschuld. Eerlijk is eerlijk. Nou, vooruit. Hij nam het muntje aan en wierp het achter zich op de grote hoop. Nu gebeurde er echter iets vreemds. Door de nietige bijdrage van Tom Poes overschreed heer Olly's bezit plotseling de grens van het gewone. Er sloeg een vonk uit de geldstapel en het metaal begon te knetteren. Wat is dat? Hela, ergens vindt een kernfusie plaats. Er moet onmiddellijk worden ingegrepen. Intussen ontstond er een kleine paniek in het anders zo rustige bankgebouw. Van alle kanten begonnen geldstukken in de richting van de kluis te rollen. En bankbiljetten fladderden ritselend door de gangen. Ook kon men een verwilderde portier waarnemen die achter een daalder aanholde die hem plotseling uit de zak gesprongen was. Wat men hier ziet gebeuren was het gevolg van een oude natuurwet die de meer geschoolde luisteraar wel zal kennen. Geld trekt geld aan. Als men weinig heeft, zal men het kwijtraken aan iemand die meer heeft. Als men veel heeft, komt er steeds meer bij. Dit laatste nu zag heer Olly voor zijn onthutste ogen gebeuren. Rinkelend en rammelend stroomden de geldstukken de duistere kluis binnen om zich bij zijn aanwezige bezittingen te voegen. Al spoedig balde het edele metaal samen tot een glinsterende hoop die,
opgefleurd door de kleurige bankbiljetten, snel groter werd. Waar dit toe had kunnen leiden, weet ik niet. Maar gelukkig was kassier Plet daar door een ervaren bankman die het hoofd koel hield. Het kapitaal in de bommelkluis heeft de kritische massa overschreden. Er is een reactie ingetreden. Ik moet opschieten. Want anders staat er een crisis voor de deur. Uit de zoldering van heer Bommels kluis zakte een zware lode kist over de geldhoop heen en onttrok die zodoende geheel aan het gezicht. Nu kwam er ook een einde aan de muntenstroom en een plotselinge rust daalde over het bewogen bankgebouw. Wat gebeurt er toch? Zeg eens iets, Stompoes. Wat betekent dit allemaal? Maakt u zich geen zorgen, meneer Bommel. Uw kapitaal is in goede handen. Huh? Mijn naam is Steenbreek. Uw dienaar, meneer. Oh, zo. Nu, maar ik wil mijn geld terug hebben, als u dat maar weet. Niet meer, maar ook niet minder. Het speelt geen rol, maar ik ben er toch aan gehecht. Alles komt in orde. Oh. Ik merk dat u niet geheel begrijpt wat er gebeurd is. Nee. Uw kapitaal is slechts geïsoleerd, meneer. Geïsoleerd? Juist. Dat is de reden van mijn komst. De president van de Aardbank wil u graag even spreken. Deze kant uit, als ik u verzoeken mag. Dit betekent vast weer narigheid. Wat er aan de hand is, weet ik nog niet, maar het begon toen ik die duit aan heer Bommel gaf. En wat heeft die uitgestreken vreemdeling er trouwens mee te maken? Dat is toch de secretaris van AWS? Hier is OPB, AWS. Mijn naam is Bommel. Olivier B. Bommel. Bent u... Ik ben Steinhakker, president van de Aardbank. Gefeliciteerd, mijn jongen. Door je laatste zaak word je nu bij de bovenste 10. Mijn laatste zaak? Ik doe geen zaken, hoor. Ik ben een heer van stand. Heel goed. Ik bedoel, je laatste manipulatie, OBB. Uitstekend. Door je rachfijn spel ben je nu een van ons. Ga zitten. Een sigaartje. Och, het was meer een weddenschapje met een jonge vriend, als u begrijpt wat ik bedoel. En toen ik gewonnen had, begon dat rare gedoe. Wat is er eigenlijk aan de hand? Wanneer geld een kritische massa overschrijdt, dan gaat het geld aantrekken. Men krijgt dan een zogenaamde fusie. Deze fusie nu moet geleid worden, anders krijgt men ongelukken. Isolatie, OBB. Onze groep moet geïsoleerd werken om onze greep te kunnen bundelen. Dat is heel moeilijk en daarom moet je je aan de voorschriften houden. Voorschriften? Juist. Geef nooit geld weg. Zeg altijd dat je zoveel verplichtingen hebt dat er niks meer af kan. Werk slijtage in de hand, want dat bevordert de productie. Bevordert de verveling. Dat schept behoefte aan nieuwe dingen. Roei de natuur uit, want de natuur is onze grootste vijand. Die vernieuwt zichzelf, voel je wel, en dat soort dingen meer. Natuur, vijand? We zullen wel een oogje op je houden. We zullen je met raad terzijde staan, maar hier is vast een gidsje waar alles in staat. En hier is een pakje aandelen, zodat je nu over alle DDT beschikt. Om te beginnen, OBB, om te beginnen. Gebruik het goed, volg de handleiding en... ga niet met min vermogen om. Heer Bommel verliet met onzekere tred het bankgebouw. Hij was zo verdiept in zijn verwarde gedachten dat hij zijn jonge vriend pas opmerkte toen die hem aansprak. Wat zei de president? Was hij aardig? Aardig? Ja, heel aardig. Oh. We hebben gezellig gepraat, hoor. Over geldzaken. Fusipulaties en zo. Isolatieband en DDT. Wist je trouwens dat de natuur onze vijand is? Maar, ach, je bent veel te jong voor die dingen. Wat? Laat dit nu maar aan mij over. Ik heb hier een boekje met voorschriften waar ik me aan moet houden. U rijdt te hard, heer Olly. Ja, dat komt van je gehum. Je moest wat meer vertrouwen in me hebben, jonge vriend. Ik ben nu een van de bovenste 10.